Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Halloween Kills, het vervolg op Halloween uit 2018, wat weer een vervolg was op Halloween uit 1978. En deze film pikt op waar de vorige Halloween is achtergebleven en Laurie Strode die denkt dus dat ze Michael Myers net verbrand heeft. Maar natuurlijk zouden we geen Halloween film hebben als dat echt het geval was geweest, want Michael Myers moet in deze film natuurlijk weer volop losgaan. Ik heb zelf eigenlijk alleen de Halloween delen gezien die nu canon zijn binnen dit verhaal, dus alle andere Halloween delen die zijn langs mij heen gegaan. Maar de allereerste Halloween uit 1978 is echt een meesterwerk van het horror genre en heeft op een bepaalde manier gewoon de moderne slasher uitgevonden. En gewoon de manier waarop die film spanning opbouwt en de muziek en alles aan die film is gewoon bijna niet te overtreffen. En dan de 2018 versie vond ik in bepaalde opzichten dingen heel erg goed doen. Wat ik vooral heel erg tof vond was de manier waarop ze de rollen wisten om te draaien tussen Laurie Strode en Michael Myers. En alle kills die Michael Myers maakte in dat deel en gewoon de bruutheid die hij heeft was ook gewoon een hoogtepunt van die film. Het enige wat voor mij die 2018 versie een beetje verpestte was de hele plotlijn met zijn psycholoog en de manier waarop hij erbij betrokken was. Maar die domme psycholoog is er gelukkig uitgehaald voor dit deel en in dit deel richten we ons eigenlijk grotendeels op Michael Myers in actie. Dat komt vooral ook omdat Laurie Strode dus nog gewond is van wat er gebeurd is aan het einde van de vorige film en dus tijdens deze film eigenlijk grotendeels inactief is. En dat geeft wel de ruimte voor de dochter van Laurie en de kleindochter om een grotere rol te hebben in dit deel en dus ook actief achter Michael Myers aan te gaan. En dat concept wordt nog verder doorgetrokken wanneer dus heel het dorp achter Michael Myers aan gaat zitten in deze film, omdat er dus naar buiten komt dat Michael Myers weer mensen vermoord heeft, besluit iedereen hem op te jagen. Maar wat ze ook al in de trailers hebben aangegeven en wat ze heel goed doen in deze film is dat Michael Myers langzaam maar zeker en toch een soort supernatural wezen aan het worden is. Want zoals Laurie Strode dus ook al uitlegt in de trailer is met elke kill die hij maakt, wordt hij langzaam maar zeker steeds meer, wordt die langzaam maar zeker steeds minder menselijk. En een groot voordeel van dit deel is dus dat die stomme psycholoog er niet in zit en dat de gewelddadigheid van Michael Myers wel gewoon matcht met het vorige deel. Misschien zelfs nog iets groter is in dit deel. Maar tegelijk mis je wel heel erg Laurie Strode in deze film, want zij is toch wel een heel belangrijk deel van wat Halloween zo speciaal maakt en in deze film heeft ze dus eigenlijk heel weinig te doen. En deze film voelt ook wel een klein beetje als het tussendeel voor de vorige Halloween film en Halloween Ends die volgend jaar gaat uitkomen. Dus het werk wat deze film goed doet is de gevolgen van de vorige film laten zien en tegelijk ook de volgende film opzetten. Maar als een op zichzelf staande film voelt het daardoor net niet helemaal compleet aan en meer gewoon als een soort aflevering van een serie dan echt een film en een volledig verhaal. Maar ja, gelukkig weten we dus al zeker dat volgende Halloween, Halloween Ends uitkomt. Die is ondertussen ook al gefilmd, dus daar zijn we gewoon al van gegarandeerd. En ik denk als je dan eenmaal heel de Halloween serie van Halloween 1978 tot en met Halloween Ends kan kijken, dat het wel echt een heel erg tof en mooi geheel is. Ze doen in ieder geval Michael Myers zelf een stuk meer eer aan met deze films dan van wat ik heb gehoord over de andere Halloween films die tussen die delen zijn uitgekomen. Maar ja, Halloween komt dus deze week uit, net op tijd voor de Halloween maand ook. Zijn jullie van plan om deze film te gaan kijken dit weekend? Wat vonden jullie van die vorige Halloween film en wat vonden jullie van Halloween Kills als je hem al gezien hebt? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.